Dit is het algemene tabblad van het dossier. En hier zitten nog een aantal opties in die ik ga even bespreken. Klik ik hier op wijzigen, dan ga ik alle gegevens, kom ik terug in hetzelfde scherm mijn dossier invoeren. En dan kan ik daar dus die gegevens wijzigen. Hier hebben we de RVR export. Deze optie heb ik alleen maar tot mijn beschikking in toevoegingsdossiers. Dit exporteert alle gegevens, onder andere van je cliënt, maar ook van het dossier, naar een Excel-bestandje. Binnen mijn RVR heb je daarna de mogelijkheid om gegevens in te lezen. Dan wijs je het bestandje aan wat hier gegenereerd wordt. En dan scheelt je gewoon heel veel typewerk. Dus voor toevoegingsdossiers richting mijn RVR is dit een hele goede opties. En dan hebben we hier onder meer hebben we nog een nieuw subdossier. Dus dan kan je een dossier onder dit hoofddossier hangen, mocht je dat willen. Je kan hier het dossier archiveren. Mag er niks meer te declareren staan. Een gearchiveerd dossier kan je hier heropenen. Hier kan je een dossier dupliceren. Dan wordt er een kopie dossier aangemaakt. Krijg je natuurlijk een nieuw nummer. Je kan de naam aanpassen. En alle partijen die er al op stonden worden er ook weer aangekoppeld. Alle documenten, tijdschrijfregels, declaratie, etc. die gaan natuurlijk niet mee. Maar voor de rest wordt het gedupliceerd. Als je rechten hebt om rechten aan te passen, dan kan je hier de rechten aanpassen en vernieuwen. Ben je samen met een collega in hetzelfde dossier aan het werk, heeft hij of zij wijzigingen aangebracht die jij niet ziet, klik je even op vernieuwen, dan gaat hij het verversen en alles vernieuwen, dan doet hij alle tabbladen opnieuw laden. Je kan het dossier verwijderen, maar dan mag er niks gekoppeld staan. Geen urenschrijfregel, geen verantwoordelijke, geen cliënt, geen niks. Sneller is om een dossier te archiveren.